De vlammen slaan uit een woning langs de Hulsbeekstraat in Geetbets. Op het moment van de brand is de eigenaar van de woning gewoon thuis, samen met een vriend die op bezoek is. Waar die man zich naar huis stuurde. En lang de deur toegesloten is. In een slag. Was dat zijn week. En ik moet zinken, hè. Ik ga zinken, doe de deur open. Maar de zwarte dun vloog in mijn gezicht. En ik heb me omgedraaid. Ik kon niet meer, want ik zag niks. Ik heb me omgedraaid, was de enige oplossing. De brandweer is wel snel ter plaatse en kan het vuur ook vrij snel blussen. Maar vandaag, een dag na de brand, blijft er van het huis niet veel meer over. Op het moment van de brand zijn de buurtbewoners meteen gealarmeerd door de felle rook. Een van hen aarzelt niet om naar binnen te lopen en de mannen in veiligheid te brengen. Ik zag daar twee oude mensen tussen 70 en 80 jaar met een emmertje water scheppen nog. Maar de vlammen waren al tegen de muur omhoog aan het kruipen en over het plafond aan het rollen. Dus ik heb tegen die mannen gezegd van ja, kom naar buiten. Het is hier niet meer veilig. Het valt niet meer te redden. Die mens zag pikzwart in zijn gezicht van de rook. Oudere mensen, ja. Als ik er niet was geweest, het had niet lang geduurd of die had iets op zijn hoofd gekregen. Want het begon allemaal al in te storten. De bewoner van het huis komt er uiteindelijk met lichte brandwonden vanaf, al is hij wel zijn hele inboedel kwijt. Hij krijgt afgelopen nacht tijdelijk onderdak bij buren. Aangezien dat meneer zijn woning volledig afgebrand is, kon hij niet naar huis. En een noodopwoning was niet op 1, 2, 3 in orde of beschikbaar. En dan heb ik gezegd tegen de burgemeester van dan neem ik meneer wel mee naar huis en zorg ik wel dat meneer kan slapen en dat de meten heeft en alles. De vrouw van de eigenaar woont al een tijd apart in een woonzorgcentrum. De man heeft daar nu ook tijdelijk een kamer gekregen in afwachting van een permanente oplossing.